We krijgen in ons leven allemaal te maken met verlies en verdriet. Toch is dit onderwerp nog steeds moeilijk bespreekbaar. In dit programma ga ik in gesprek met mensen die rouw en de dood als vanzelfsprekend in hun leven hebben moeten accepteren. Omdat het hen persoonlijk is overkomen of omdat ze ermee werken. Hoe sta je naast iemand die rouwt? Hoe gaan zij om met verlies en verdriet? En zou er leven zijn na de dood? Dit zijn vragen waar ik antwoorden op probeer te vinden in deze serie. Welkom bij Rouwkost, een programma over leven en daarna. Corina Vossen in gesprek met Liz Housmans. Liz, zou je ons kunnen vertellen waar we nu zijn? We zijn nu bij het graf van onze dochter, Bo. Die inderdaad 3 jaar geleden is overleden door een noodlottig ongeval. En we hebben haar hier begraven. Ja. Wat is er gebeurd? We hebben thuis een boerderij. En we doen altijd het hooi halen en het werken op het land doen we altijd samen. En deze keer dus ook. En met het hooi laden is zij op een afschuwelijke manier verongelukt. Ja, we waren er zelf bij. Thuis? Nee, het was niet thuis. Het was bij iemand anders op het land waar we het hooi gingen halen. En we waren er zelf bij. En ik weet niet wat ik daarop moet zeggen, maar... Daar zijn geen woorden voor. Nee. Hoe moet je verder als je zoiets meegemaakt hebt in je leven? Hoe doe je dat? Ik kan alleen maar vertellen hoe dat bij ons is gegaan. En je leven staat gewoon in één klap echt helemaal stil. Alles gaat langs je heen. Het is alsof je verdoofd bent. In een soort van shock bent. Je krijgt de buitenwereld niet echt meer mee. En dat houdt een hele tijd aan. Voordat je weer iets kan gaan voelen. Terwijl je in een soort van rollercoaster zit van emoties, gevoelens. Ja. Wat was Bo voor meisje? Bo was een meisje met heel veel energie. Op die 9 jaar dat ze bij ons is mogen zijn, heeft ze echt geleefd voor meer dan 9 jaar qua energie. Ze hield van paardjes. Ze had ook haar eigen paardje. Waar ze iedere zaterdag naar oma en opa toe ging om daarna met de zus van mijn man. Die gaf haar paardrijles. En daar keek ze altijd heel erg naar uit om die connectie met dat beestje, met Angelo, te hebben. Daarnaast was ze heel sportief. Ze was heel gedreven, heel eigenzinnig. Heel duidelijk in wat ze wel en niet wilde. En heel vrolijk, heel lief, heel zorgzaam. Ja, ik kan een hele hoop dingen natuurlijk opnoemen. Ja, prachtig kind. Ja. Ja. Heb je een gevoel dat Bo nog ergens is? Jazeker. Ja? Ja. Ja. Is ze bij jullie? Ze is bij ons. En ook vaak bij andere mensen. Maar omdat het
bij ons thuis. Ja, het is onze dochter, dus ze was ook natuurlijk heel veel thuis. En ik ben heel blij dat we het contact met haar nog steeds hebben. Ja, want ik zou niet weten hoe ik me staande zou moeten houden als ik dat niet had. Nee. Ja, dan zou ik echt niet weten of ik hier nog zat. Nee. Dus het geeft jou ongelooflijk veel steun. Ja. Ja. Steun en kracht. Ja, om toch een weg te vinden om verder te gaan. Want ik kan me juist zo voorstellen als je 9-jarige dochter overlijdt, dat je eigenlijk alle geloof in het leven verliest. Ja, dat is ook zo. Ja, absoluut. En dan is het ook heel raar om te zien dat alles gewoon verder gaat. En wij met ons gezin staan dan stil. En in ons gezin, je hebt natuurlijk meerdere mensen in een gezin. En dan blijkt ook dat iedereen daar afzonderlijk op zijn eigen manier mee omgaat. En dan is het heel waardevol en belangrijk dat je het contact met elkaar blijft houden. Ja. Dat je elkaar een beetje in de gaten houdt van, goh, waar zit hij in zijn proces? Ja. Ja, absoluut. Zou je kunnen zeggen dat wat er allemaal gebeurd is, dat jullie als gezin sterker heeft gemaakt? Absoluut, ja. Het heeft ons als gezin zeker sterker gemaakt, maar het heeft ons ook echt veranderd. Blijvend veranderd. Omdat er duidelijk een leven is voor het overlijden van Bo, maar ook een leven na het overlijden van Bo. Wij zijn niet meer dezelfde mensen als toen. Nee. Ja, het heeft ons echt heel erg veranderd. Ja. Je zegt eigenlijk, ja, nadat Bo overleed, was ik alle geloof in het leven kwijt. Maar toch voelde je haar aanwezigheid. Gelukkig wel. Eigenlijk is het zo, zoals ik dat dan voel, dat ze ons helpt vanuit een andere manier. Ja. Ja. En dat is voor mij en voor mijn gezin duidelijk merkbaar. Ja. En waar uitzicht dat in? Bo heeft altijd iets met dieren gehad. Maar ook iets met stenen, met vormen, met hartjes. Nou, en je ziet al hier, ja, we vinden overal stenen in de vorm van een hartje. Ja. Je gaat signalen opmerken, omdat je ook... ja, dat kan je op verschillende manieren eigenlijk opmerken door je sterkst ontwikkelde zintuig eigenlijk. En ja, bij mij zijn dat dan meerdere zintuigen die goed ontwikkeld zijn, maar daar komen de signaaltjes van de overleden dierbaren op binnen. Het kan een gevoel zijn, maar het kan inderdaad een steentje zijn of een veertje of een vogelgeluidje of iets attents wat iemand tegen je zegt, ook zoiets. Uit het niks. Even een moment van, goh, wat fijn dat ik je zie. Of, ja. Het is namelijk niet meer allemaal vanzelfsprekend. Nee. 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 En ik kan me voorstellen dat je, als je eenmaal, je bent nu 3 jaar verder, dat heel veel mensen natuurlijk nog aan Bo denken, maar dat voor hen de wereld verder gaat. Ja, dat is ook zo. Ja. Voor ons gaat het natuurlijk ook verder, gelukkig maar. Maar wel op een andere manier. Ja. Ik vergelijk dat altijd als een soort van sneltrein, waar iedereen vlak na het overlijden van Bo dan toch weer opstapt en verder gaat. En wij staan nog stil een hele tijd in de stoptrein. Ja. En niet te bevatten dat het echt gebeurd is. En ik moet eerlijk zeggen, we kunnen het af en toe nog steeds niet bevatten. Nee. Als we hier zijn of thuis zijn, dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat nou? Want je mist gewoon iedere dag aan tafel, in huis, overal, mis je haar aanwezigheid. En dat is overal voelbaar, met alles. Ja. En toch is ze ook op alle mogelijke manieren bij jullie. Ja, vind ik wel. Ja. 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 Als wij gaan eten, 's avonds, haar plek aan tafel is nog altijd haar plek. Er staat natuurlijk een mooie foto met een kaarsje en zij eet op haar manier dan gewoon met ons mee. En soms krijg je daar andere signaaltjes bij binnen, maar ze laat gewoon, vind ik,
vinden wij, duidelijk zien dat ze nog altijd, maar dan op een andere manier aanwezig is. Ja. En dat vind ik heel fijn. Ja. Er wordt wel vaak gezegd van een overleden kind, wordt in de beleving nooit ouder dan die 9 jaar, zeg maar. Ja. Terwijl je andere kinderen, jullie hebben nog 2 kinderen. Ja. Ja, het was een heel bijzonder moment toen de jongste zoon, toen die 10 werd. Ja. En Bo is 9 mogen worden. En toen zei hij tegen mij, mama, zegt hij, nu ben ik niet meer de jongste in het gezin. Nu zit ik in het midden. Ik dacht, dat is wel slim van jou om dat zo te zien. Ja. Want hij heeft ergens gelijk. En dan denk ik, goh, een manneke van 10 jaar die dat zegt. Ja. Vind ik heel bijzonder. Net als de andere kinderen. Ja. Heel zeker. Wijs. Heel wijs, ja. Ja. Dit heeft ons gewoon allemaal veranderd in ons gezin. En ik denk ook dat je daardoor een emotionele groei doormaakt. Dat je ook echt anders naar de dingen gaat kijken. En dat geldt voor de jongens precies zo. Als je nu terugkijkt, heb je dan een gevoel dat Bo haar overlijden heeft voelen aankomen? Of dat zij verwachtte dat ze niet oud zou worden? Ja, dat is, ja. Ja, dat is zo. Ja, achteraf wordt dat eigenlijk meer duidelijker. Omdat, we hebben altijd heel openlijk gepraat over de dood thuis. Ik heb daar een bepaald iets mee. Ik had eerder daar ook mijn beroep van willen maken. Om iets in, ja, met mensen die overleden zijn, om daar mee te gaan werken. Maar dit is dus nu op een andere manier dan zo gekomen. We hebben daar ook heel openlijk altijd over gepraat, vooral Bo en ik samen. Zij was heel nieuwsgierig altijd en vroeg heel veel. Dus ook toen ik toenertijd mijn coachopleiding had afgerond, waar ik voor het eerst in contact ben gekomen met het onderbewustzijn, om daarmee te werken, dacht ik van wow, maar dit is toch wel echt iets, daar wil ik meer van weten. En zij als kind vroeg dat natuurlijk, en mama, wat heb je? En toen, en alles vroeg ze tot echt heel vaak toe. En toen zij altijd naar oma toe ging op zaterdagmiddag voor het paardrijden, zei oma ook altijd tegen mij van, dat is mooi dat zij zich dat kan herinneren als ik er niet meer ben. Maar ondertussen zijn de rollen omgedraaid. Zij is eerder moeten gaan dan oma zelf. En zij voelde dat ook aankomen, omdat zij vaker 's avonds zei toen tegen mij van, goh mama, en wat nou als ik eerder ga dan oma? Dat ik zelf toen ook dacht van, goh kind, hoe komt dat zo dat je dit allemaal zegt? En allemaal van dat soort vragen, van wil je me nog eens vertellen wat er gebeurt als je doodgaat? En als ik daarnaar keek, dan zag ik een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort tevredenheid, een soort bevestiging dat het toch goed komt uiteindelijk. Ze straalde dat uit, ik kon dat heel duidelijk zien en voelen. Ja, en dat zijn voor mij, voor ons eigenlijk de tekenen van, goh, ze was er al veel langer mee bezig. Onbewust. Ja. Want dat zie je op dat moment niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Contact maken met het onderbewustzijn. Ja. Dat leerde je bij je coachingsopleiding. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat nu van onschatbare waarde is. Ja, echt van onschatbare waarde, ja. Eigenlijk hadden Bo en ik, voordat ze overleed, al afgesproken, als er iets zou gebeuren met ons tweeën, met wie dan ook, dat we contact zouden houden. En daar hebben we ons allebei aan gehouden. En zij wist hoe ze dat moest doen, wat ik haar
uitgelegd had, verteld had. Dat heeft ze dus meegenomen. En ja, een hele tijd na haar overlijden is dat pas eigenlijk tot werking gekomen. Omdat je in die eerste maanden voel je eigenlijk niks. Zit je in shock, krijg je dat allemaal niet mee. Dus sta je ook niet open voor het contact met diegene. Ja. Terwijl zij er eigenlijk toen op stond te wachten. Maar ja, ik was nog niet zo ver en andere gezinsleden ook niet. Dus nu is die verbinding er? Ja, die verbinding is er. En die is er ook altijd geweest, natuurlijk. Die is er altijd geweest, ja. Alleen is die nu op een andere manier aanwezig. En ik ben heel dankbaar en blij dat we het er van tevoren zo over gehad hebben. Niet te bedenken dat het zo zou zijn. Dat dit zou gebeuren. Ja. Je hebt ook beroepsmatig te maken met mensen in rouw. Ja. Je hebt een coachingspraktijk. Mm-hmm. En die heb je al jaren. Ja. Kom je ook mensen tegen in jouw praktijk die denken dat er niets is na dit leven? Die helemaal geen geloof hebben. Hè? Ja, die kom ik zeker tegen. Alleen als je met een verlies te maken krijgt, dan is het precies het leven ervoor en het leven erna. Mm-hmm. En dan komen mensen die eerder dachten van er is niks meer. Dood is dood. En daarin geloofden zij. Dat valt dan met het verdriet en het gemis wat daarna is niet meer mee te leven. Dus gaan ze zoeken. En in die zoektocht komen dan vaak mensen bij mij om inderdaad hun vragen te kunnen stellen of om contact te kunnen leggen met de overleden dierbaar. Zodat ze toch nog hun vragen kunnen stellen, afscheid kunnen nemen. Maar vooral, bovenal, het allerbelangrijkste weten en voelen. Het contact maken met hem of haar. En dat is echt heel belangrijk om überhaupt je weg te kunnen vinden om verder te gaan. De verbinding maken. De verbinding, ja, want die blijft. Ja, die blijft. Dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat je relatie niet met diegene, met die dierbare, niet ophoudt na het overlijden. Nee, houdt niet op. Gelukkig niet, nee. En ik vind dat heel fijn om dat aan mensen duidelijk te maken en hun die handvaten te geven. Zodat ze op hun manier ook daarmee contact kunnen leggen. Ja. Want stel je hebt dat niet, dan denk ik dat je heel lang beneden in dat zwarte gat blijft hangen. En ja, voorzichtig omhoog probeert te krabbelen, maar het gaat sowieso allemaal heel langzaam. Heel, heel langzaam. Ja. Het heeft heel veel tijd nodig. Ja, heel veel tijd nodig, ja. Ja. Ben je nog bang voor de dood? Nee. Ik ben nooit bang geweest voor de dood. Ik heb het juist altijd heel interessant gevonden. Echt van de ene tot de andere uithoek. Alles wat ermee te maken heeft. Altijd heel nieuwsgierig naar geweest. Hoe dat altijd in elkaar zit. En ja. Ja, ik kan wel stellen dat ik er nu toch iets over kan vertellen, ja. Dankjewel. Dankjewel voor deze ontmoeting. Ik vond het ook heel fijn. Ja. Wanneer een kind gestorven is, noem je dan het leed dat vader-moeder heet. Die worden een soort wees, waarnaar ik vrees geen woord voor is. Wat je ook zegt voor zulke pijn, is elk woord beslist te klein. Het zou wel een mantel willen zijn, maar ongepast. Hangt het hier nu in mijn kast? Dat woord dat niet bestaat en sprakeloos verlangt dat het vroeg of laat toch troosten gaat.